Er woedt vandaag een zeer heftige storm in Nederland. Voor de tweede keer binnen een week is er een weeralarm afgegeven. Geadviseerd wordt om thuis te blijven. Piet Klees uit Westzaan houdt al 64 jaar minutieus het weer bij. Hij heeft in zijn leven nog wel veel ergere stormen meegemaakt. Houden ze het wel, denkt u, meneer Klees? Nou, als je die stam ziet, dan denk ik, dan moet er heel wat gebeuren. Wil die ondersteboven gaan, hè? Kijk het. Als je goed kijkt, dan beweegt hij een beetje. Nou, ja, echt waar. Wel, misschien als ik goed kijk. Maar ja, mijn ogen zijn niet zo best meer. Nee? Dus daarom zie ik het misschien niet zo. En daarom word je ook niet verontrust. Als je het niet ziet, dan denk je, nou, er is niks aan de hand. Maar het is een fikse storm, hè? Ik heb het wel erger meegemaakt. Maar wanneer heeft u erger meegemaakt dan? Nou, dat was in die februaristorm van 1953, dat toen in Zeeland toen overstroomd is. Ja. En dat heb ik allemaal opgeschreven, och, in mijn dagboek, maar ook in mijn weerboek. Dus je kunt dat eigenlijk precies nagaan wanneer de ergste stormen er waren geweest. Don't know why, there's no sun up in the sky, stormy weather, sends my gal and maar ik kan het niet zien. Ik ben op die 71. Nou, je moet zelf even kijken hoor. Ik kom u even helpen. In Zeeland zijn grote overstromingen. Waarbij op sommige plaatsen verschillende mensen... Zijn verdronken? Verdronken zijn. Ja, dat ik dat toen opschreef, toen wist ik nog helemaal niet wat dan nog gerampt werd. Dat was nog maar in de beginfase. En dit hoorde je dan over het nieuws. Ik kon mijn oren niet geloven. Hoe lang heeft u nou in totaal het weer opgeschreven in die boeken? Nou, dat is dus 63 jaar, 64 jaar. En dan denk ik wel eens, Anne Frank, die heb het dan, pak weg, een jaar, anderhalf of zo. Die heb het ook een dagboek bijhouden. En die is wereldberoemd geworden. Maar ik doe het dan wel 50 keer zo lang. En van mij hoort nooit iemand iets natuurlijk. Behalve nou dan. Het is wel bang, hè, meneer Klees? Ja, maar hè. Heb je al gezien hoe je de keer gaat? Achter het huis kun je het goed zien. Ja? Nou. Zeg, meneer Klees. Ja. Hoe doet u nou uw metingen voor het weer? Oh, hier staat de watermeter. En de windkracht? Nee, dat heb ik niet. Maar dat meet u dus niet met dat eentje daar op het dak. Oh, die heb ik een Tesla vandaan. Oh. Ja, die heb ik zomaar voor de aardigheid gekocht. Maar daar kan je niet de windkracht mee meten. Nee hoor, nee, dat gaat niet. Nee. Houdt het wel allemaal vandaag, denkt u? Ja, ik ben er niet bang voor hoor. Nee? Nee. Die houdt het ook nog wel even uit. En hoe gaat deze dag nou de boeken in, meneer Klees? Deze dag gaat de boeken in als een zeer stormachtige dag met vanmorgen vooral veel regen. En meer kan ik er weinig over zeggen. Storm en regen.